Vandaag kunnen mijn kijkers de allernieuwste Pokémon-kaarten winnen. Ik heb namelijk een Elite Trainer Box van de Paldea Evolved-serie. De kijkers moeten raden welke Pokémon-kaart er op het laatst in een pakje zit. Daarvoor mogen ze 3 vragen stellen. 1 van deze pakjes mag ik zelf houden. Laten we snel beginnen. Grass-type. Misdreavus. Oeh, cool. Sneasel. Super Rod. Love Disc. Spidops. Passimian. Reversal Energy. Glimmora Reverse. Wat een vette kaart. Maar gaat Sophie raden dat het om Wigglytuff gaat? Kom maar op, vraag nummer 1. Welk type is het? Normal Fairy. Oké, welke generatie? 1. Is het een evolutie? Ja, dat waren... Een Fable? Oh, die andere! Oh, Wigglytuff! Misschien krijg je aan het einde van deze video nog een soort van mogelijkheid om het pakje toch te krijgen. Want jij bepaalt wie ik alsnog een pakje ga sturen. Zet dan snel de naam van de persoon die jij het gunt in de comments. Oh, en like en abonneer. Een Fire Energy, let's go! Noibat, Combi, Glimmet, Frigibax, Hunchcrow, Sudowoodo, Grusha, Reverse Snackly, dan nog een Reverse Meryl. En als laatst, Tyranitar. Laten we snel kijken of Stijn hem kan raden. Van welke generatie komt hij? Deze Pokémon komt uit de 2e generatie. Wat voor soort is de Pokémon? Dragon-type. Welke kleur is die? Een groen. Ik weet al wie het is. Ah, oh, wat is zijn naam? Ekyu. Oh, maar je bent wel close. Het was Tyranitar. Ah, helaas. Maar zometeen krijgt Stijn nog een kans. We hebben weer Energy. Pikachu kaartje. Slackot. Watrell. Fuecoco. Hunchcrow. Calamitous Wasteland. Primeape. Nimble Reverse. Miss Majors. En oh my gosh. De Denne. Wat een pools. Ik ga niet liegen. Ik hou het heel kort. Deze kaarten vinden jullie straks terug aan het einde van de video. Dan laat ik ze nog een keer zien. Want dit was echt een god pack. En deze wil ik zelf houden. Want kijk naar deze kaarten. Het volgende pakje begint met een Fighting Energy. Knackly. Nimble. Shinxy. Rookidee. Tinkertuff, vette Pokémon. Palmo. Ja, Gotorita. Reverse Veluza. Een Bravery Charm. En als laatst... Hariyama. Het is nu de beurt aan Ryan om een kaart te raden. Heeft het een immuniteit? Deze Pokémon is zelf niet immuun, maar is wel een typing die een andere typing niet kan raken. Ik ga hem je gewoon geven. Het is een fighting type. Oh, mijn lievelingstype. Oh, let's go. Let's go. Wait. Hij is al lastig zat, dus ik denk ik ga je die typing gewoon geven. Is het een dual typing? Deze Pokémon is inderdaad single type. Welke generation? En dan weet ik genoeg. De 3e generatie. Een single type fighting type Pokémon. Welke wou je zeggen? Hariyama. Gefeliciteerd, man. Je hebt hem! No way! Let's go! Verdiend, man. Verdiend. Ah, thank you, bro. Daar is die weer. De energy. Sandygast. Tarantula. Charcadet. Superleuk kaartje. Murkrow is ook vet. Quaxwell. Delivery Drone. Oeh, Fairy Giraffe. Dunsparce. Slackoth. En Wuchen EX. Deze is echt heel moeilijk om te raden. Laten we kijken of Menno deze kaart kan raden. Is het een een EX of een GX? Het is een EX. Welke generatie Pokémon is het? Het is de laatste generatie. De laatste, oké. Okay. Op welk dier lijkt de Pokémon? Op een welk voorwerp? Ik moet echt kijken. Ja, ik heb het beoordeeld. En okay. Ik vind het een soort van slak. Dit is echt een hele lastige kaart. Dus Menno mag 15 seconden lang de Pokédex gebruiken. 3, 2, 1. Ja, dan de enige die ik op een slak verlijk is Chiyu. Chiyu? Ja, dat is een Pokémon blijkbaar. Ik heb hier staan Wochin. Ik moet wel zeggen, je was echt heel close. Ja, ik zat in de goede richting qua naam. Dit pakje heeft een Water Energy. Bramblin, Cuffant, Krogunk, Xitoddle, Grusha, Miss Majors. Oh, de evolutie ook. Bramblegast, Rallor. Oeh, deze is zo leuk. Oh, deze kaart wil je sowieso winnen. En als laatst... Gyarados. Nice. Kan Stijn deze raden? Ik ga je alvast zeggen, deze Pokémon kennen denk ik best veel mensen. Ja, gewoon welke generatie komt die? Eerste generatie. Heeft die in de Pokémon-serie een partner? Of een welke partner? Ik weet het niet 100% zeker, maar ik weet dat zijn voor-evolutie een kleine rol heeft in de
anime. Welke kleur is die? Hij is blauw. Het is een hele bekende Pokémon en hij is blauw. Wat voor soort is die? Water. Is het Gyarados? Ja man, lekker. Oh, ik dacht ook opeens van, maar Misty had wel een Alola-versie, had hij wel een Gyarados. Lekker man. Gefeliciteerd. Yes. Een Shroodle. Phalanx, awesome. Oh, Jigglypuff. Dan hebben we hier een Tadbulpy. Superior Energy Retrieval. Sudowoodo weer. Oh, Pelipper, ook wel een leuk kaartje. Een Krogunk. Ah, Falkner. En als laatste Sarulash. Kijken of deze wel lukt. Wat zijn alle typings? Oh. Ja, ik kan je vertellen, nu kan je al best wel een kant op, want hij is Fire Ghost. Is het de laatste evolutie van een twee evolutielijn? Ja, er zit er één voor en dit is de final evolution. Chandelure. Je had nog, dat is hem niet, maar je hebt nu nog één, hè? Je hebt nu nog een vraag. 5, 4, 3. Het is gewoon deze Pokémon Chamber. Hey. Ja, geen idee. Oh, het is Sarulash. Nee, die had... Waarom zeg je die niet? Ik was die vergeten. Die heb ik letterlijk in mijn team. Die heb jij in je team? Wat een disrespect naar mijn Sarulash. Eens even kijken wat hier zit. Want deze box, jongens, is echt gestoord. Er zitten zoveel vette kaarten in. We hebben hier Voltorb, Clefable, Therapeutic Energy, Choice Belt, Palmo, Passimian, Clefable. En als laatste, ook wel weer een vet hoor. Het is Hydreigon. Nice. Menno, daar gaan we weer. Eerste vraag. Welke generatie Pokémon is het? Het is generatie 5 en dat is Unova, Black and White. Andere vraag die goed hierop is, op wat voor wezen lijkt het? Het is een draak. Maar dan is de vraag, welke kleur is de draak? Hij heeft eigenlijk 3 kleuren en de hoofdkleur zou ik dan zeggen is blauw. Ik dacht, ja, ik zit met een draakachtig iets in mijn hoofd. Dan, Garchomp. Ah, het was Hydreigon. Oh ja. En dan dit pakje, Electric Type. Tropius, Dunsparce, Hoppip, Pooper. Pooper slash Wooper. Ja, Tinkertuff, Bravery Charm, Gotorita, Tarantula, Litleo en Sableye. Oké, Ryan, let's go. Ronde 2. Let's go. Kom maar op. Ronde 2. Welke typings? En dat betekent, als de single typing is, zeg je maar 1 type. Welke typings zijn het? Dark Ghost. Nee, zo niet mijn... Oh, tweede vraag. Dat is echt een inkoppertje. Welke gym? Generatie 3. Oh, ik weet hem! Ik ga eerst de derde vraag stellen. Ik ga hem dus shotten. Hou op. 360, Sableye! Oh my god! Deze man heeft maar 2 vragen nodig. Toen je gen 3 zei, ik wel dik van Dark Ghost. Wacht, er is letterlijk maar 1 Pokémon die Dark Ghost is. Maar toen destijds, voor een hele lange tijd, was Sableye de enige Dark Ghost. Ever. Ik weet wel, met Ryan kan je beter geen Pokémon spelletje spelen, want hij nakt al je Pokémon kaarten. Yes sir! Zoveel vette kaarten. Bedankt voor het kijken, like, abonneer en tot de volgende keer.